We zitten hier met Hugo Koch, organisator van het Very Eevee Festival. En met Mathieu Brongers, gitarist van Vortex. Cheerio's! Dus. Proost! Hugo, wat voor festival is het Very Eevee Festival? Ja, Very Eevee Festival, een old-school heavy metal festival. We spitsen ons op hard rock, heavy metal. En dan vooral het betere werk uit de jaren 80 als inspiratiebron. Dit jaar voor de tweede keer in Stadskanaal. En daarvoor hebben we een paar mooie namen gestrikt. Trance, heet nu Transmission. Natuurlijk een super bekende Duitse band. Vooral begin 80's, heel erg sterk. En kwam op met Accept onder meer. We hebben Jaguar, een band die Metallica heeft beïnvloed. Ja, dan hebben we natuurlijk de Dutch Gods of Metal, Vortex, waaronder mijn mede-organisator Mathieu Brongers, die hier ook aanwezig is in deze studio. Oud en versleten, maar nog steeds, hij doet het nog steeds. Een beetje live from the grave, hè, wat dat betreft, maar dat geeft niks. Oude metalheads. Nou, hebben we Paris, wat mij betreft zeker de beste Thin Lizzy tribute band die er rondloopt. Moeder van Finn Lillard heeft niet voor niks gezegd van this is my number one favorite band. Ja toch, zo is het toch. Hebben we Wild uit Spanje. Nou, dat is echt de new wave of Spanish heavy metal, noemen we dat dan. Zo groot als Van der Buist is in Nederland, zo doet Wild dat op dit moment in Spanje. Winnaar hebben we nog van de Very Heavy Battle. Komen we later op terug, zag ik al. Gloria Victus. En dan hebben we ook nog een afterparty band en een pre-party band, respectievelijk. Change als afterparty band en Snaggletooth Motorhead tribute band als pre-party. Dat is in een notendop Very Heavy Festival 2012. Ja, nou, dat klinkt hartstikke goed. Hoe kwam je in eerste instantie op het idee om het Very Heavy Festival te beginnen? Vorig jaar was dus de eerste editie. Dat klopt, ja. Onder andere met... Met Wizard, Emerald, nog zo'n goede band van vroeger die het nog steeds erg goed doet. Ja, hoe kwam ik daarbij? Ik loop gewoon al jaren rond met het idee om die oldschool metal weer eens op de kaart te zetten. En omdat ik eigenlijk ook een beetje moe werd van het gezeur van anderen die zeggen hier is nooit wat te doen. En met hier bedoel ik dan Stadskanaal. Mensen roepen altijd van ja, er gebeurt niks, er is niks. Nou ja, kijk... Ik ben op een bepaald moment bij mezelf te raden gegaan van ja, ik ben liefhebber van die muziek. Mijn beroep heeft ook grotendeels met die muziek te maken, want ik handel in oude grammofoonplaten en heavy metal is daarbij mijn specialisatie. Dus ik heb gewoon de stoute schoen aangetrokken, ik ben rond gaan kijken en uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij Bruinsma, een zaal in Stadskanaal die wel oren had naar zoiets, in ieder geval om te proberen. En toen heb ik gewoon gezegd van, nou ja, laat mijn gang maar gaan. Ik zal laten zien dat ik tussen de 200 en 300 mensen op de voet krijg. Op dat moment wist ik dat helemaal niet, want voor hetzelfde geld waren er 15 man op afgekomen. Maar goed, ik heb gewoon voor mezelf gezegd, ik ga dit proberen en ik zie wel waar het schip strandt. Nou ja, en hier zitten we dan, anno 2012, om te proberen om het geheel nog eens een stapje omhoog te liften. Want vorig jaar was er zeker een geslaagde editie. Ja, nou wil ik niet direct zeggen tot mijn verbazing, want dat zou dom zijn. Maar er waren zoveel bezoekers dat wij echt dachten van wacht eens even. Heavy metal / hard rock, dat leeft niet alleen in onze regio, maar landelijk ook nog. Dat je dan echt op jouw beurt kan zeggen van nou ja, dit moet gewoon een vervolg hebben. Het was een succes, 325 mensen de eerste keer. En het streven is gewoon nu een klein stapje omhoog. Hoeft niet een grote stap te zijn. We zijn eigenlijk al tevreden als er 300 man komen. Maar ik kan nu al zeggen met bijna 200 verkochte kaarten dat het zeker een succes zal worden. Wat dat betreft in ieder geval. Ja, je krijgt deze editie ook een beetje hulp van Mathieu. Mathieu, wat is jouw rol in het geheel geweest? Nou, ik, op een gegeven moment, bij de eerste editie zou Vortex natuurlijk al spelen. Maar door erge ziekte van mij moest ik toch op een gegeven moment moest ik afhaken. Wat de band betreft. En
Nou, op een gegeven moment heeft Hugo mij gewoon een paar tips gevraagd eigenlijk. Van, het is de eerste keer dat ik het doe. En jij loopt ook al heel lang in het wereldje mee. En ik heb natuurlijk ook al het nodige georganiseerd door de jaren heen. Dus zo ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. En voor de tweede editie is mijn rol iets groter geworden. Door ook alle contacten zeg maar, die ik heb en die ik door alle jaren heb opgebouwd. En, en het gedrevene en het heerlijk enthousiasme wat Hugo heeft, dat is heel erg aanstekelijk. En zo zit ik zelf ook een beetje in elkaar. En had ik zoiets van, dit kon wel eens wat leuks worden. En Hugo dacht daar hetzelfde over. En het is, eigenlijk is het gewoon een beetje ingeslopen. En, maar eigenlijk, Hugo is gewoon de organisator. En ik ben zijn steun en toeverlaat, om het zo maar te zeggen. En hoe groot de rol voor mij verder wordt in de toekomst, zullen we zien. Maar ik ben in ieder geval, ik vind het een geweldig initiatief sowieso voor het noorden. En wat nu al blijkt is dat het al landelijk en buiten de grenzen overgaat. Hè, door leuke bands neer te zetten, een goede package neer te zetten. En als dat zo aanstekelijk werkt, dan geloof ik zeker dat het in ieder geval bij onze samenwerking, maar ook het Very Heavy Festival nog een paar hele leuke jaren tegemoet kan gaan. Ja, Martjo, je bent er enige tijd uit geweest. Wat heb je precies en hoe gaat het nu met je? Ik heb dus in 2010, na het uitbrengen van onze laatste CD, heb ik een vorm van acute reuma gekregen. En dat verspreidt zich dus in mijn lichaam, in mijn botten. En daarnaast heb ik nog reuma in de long. Gelukkig gaat het mij sinds anderhalf jaar weer een stuk beter. En hebben we nu ook kunnen besluiten om het optreden van 7 april met Vortex aan te gaan. Daar zal moeten blijken hoe het in de toekomst verder met ons gaat. Als het goed gaat, kunnen we op een rustige manier gewoon misschien verder gaan. Lukt het niet, dan is het misschien wel een van de laatste optredens. Maar goed, zover wil ik nog niet gaan. Het is in ieder geval nu onder controle. Maar dat heeft wel dikke twee jaar heb ik behoorlijk in een lappenmand gezeten. En hebben wij dus ook volledig stilgelegen met de band. En we moeten gewoon afwachten wat de toekomst ons brengt, om het zo maar te zeggen. Ja, er komt een LP-versie uit van Drink Bad Blood. Waarom is er gekozen om ander artwork voor de hoes te gebruiken dan voor de CD? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Deze LP komt via een ander label uit. En waarom dat is, is eigenlijk om een doodeenvoudige reden. Omdat je dan twee keer promotie kunt doen in plaats van één. Het heeft ook een jaar geduurd voordat het ding eigenlijk uitkwam, maar dat heeft ook weer met mijn ziekte te maken. Wij hebben natuurlijk onze CD Drink Bad Blood nooit kunnen promoten, want toen viel alles gewoon stil. En uitgerekend hebben we nu gekozen om het uit te brengen, omdat wij, omdat we nu gewoon weer in ieder geval beginnen. Voor de liefhebbers, 7 april zal de LP al aanwezig zijn. Waar ik ook nog even wil vermelden dat wij 18 mei in Simplon in Groningen nog een LP-presentatie doen. Maar om de fans alvast een beetje lekker warm te maken, komt de LP 7 april uit. Hoop ik althans. Waar kunnen de mensen deze LP kopen? Nou, in ieder geval bij ons. En via onze Duitse label Metalizer Records. Daar is hij te bestellen. En ik neem aan dat hij via internet bij diverse bedrijfjes nog wel online te verkrijgen is. Maar nog even op je vraag te komen waarom er een andere hoes op zit. Want die had ik nog niet beantwoord. Het is gewoon zo van, er werd ons gevraagd of wij nog wat bonus tracks erop wilden hebben, op konden zetten.
Na veel overweging hebben we besloten om dat gewoon niet te doen. Omdat alles nog of te vers was of we moesten live dingen gebruiken wat niet zo echt aansloot. Hè, omdat we toen destijds de nieuwe nummers eigenlijk op één na nog helemaal niet speelden. En het oude werk is de afgelopen jaren al een beetje uitgebracht. En ons label wil dit jaar of volgend jaar nog wat extra dingen met ons doen, qua oud werk. Dus toen heeft het label ons gevraagd of ze gewoon een andere hoes mochten gebruiken of creëren. Om een beetje anders te doen dan de cd. Dan moet ik wel zeggen, er komt in de LP komt nog een 8 pagina's boekje van 21 bij 21 centimeter, waar ook de originele cd-hoes op staat, plus alle teksten en alle info, net zoals op de cd-hoes. Vortex heeft ook al wat behoorlijk wat plaat uitgebracht. Waar kunnen mensen terecht als ze oude cd's willen kopen? Ja, dat is een beetje moeilijk. Het meeste is eigenlijk niet meer verkrijgbaar. Zeker het hele oude spul. Dan zul je toch af en toe eens een keer per toeval ergens op eBay of wat dan ook moeten komen. Dan doe ik met name natuurlijk op de Metal Beds en de Open the Gate uit 85, 86. Voor de rest, de afgelopen twee cd's die wij hebben gemaakt, waar ook een LP-versie van is, afgelopen jaar bij Hellion Records uitkwam, is bij Hellion Records op de website nog het nodige te krijgen. De picture discs zijn helaas ook uitverkocht, dus echt veel is niet meer. Maar als je internet afstruint, denk ik dat je her en der nog misschien wel wat tegenkomt. Misschien dat iemand zegt in zijn dronken bui van wat is dit voor een band, die verkoop ik toch maar voor €5. Nou, dan ben je heel goedkoop uit.